Dit. Nee. Oké, hoe stop ik dit? Hallo kijkers, tof even kijken naar deze gloednieuwe Minecraft video. Het is weer eens tijd voor een nieuwe Minecraft serie. En ja, ik had onlangs een hardcore serie gestart. Alleen, ja, van die serie komen er geen afleveringen meer. Want ik ging dood in die wereld. En ik had het toen al opgenomen. Alleen ja, ik stelde het editen van die video steeds uit en uiteindelijk had ik die bestanden per ongeluk verwijderd. En ik vond het ook niet meer terug in de prullenbak, dus daarmee begin ik nu een compleet nieuwe Minecraft serie. Ja, we doen er nu ook mijn wereldborder. In het begin van deze wereld is deze wereldborder één blokje groot. Maar per minuut ongeveer bereidt het weer uit met één blok. Dus zo wordt onze wereld een beetje groter. Nu voel ik me een beetje als een hamster opgestoten in een kooi. Even wat al mijn crafting table maken. Hier is het midden. Dus ik kan hier even een crafting table plaatsen. En dit is ook even als herdenking dat alles hier begon op dit plekje. Oh, we hebben een varken. We moeten wel zuinig zijn. Oh nee, die varkens kunnen er hopelijk niet uit. Want ik heb even wat voedsel nodig. Ik moet ook even wat stenen hakken en zo. Maar ik heb al heel veel zin in deze serie. En dat ik hier de mijnen ga maken. Hier kan ik alweer een steen hakken. In het begin kunnen we nog niet overal naartoe. En dat vind ik juist leuk met zo'n wereldborder. Dit is ook meer een challenge om ook aan voedsel te raken zo. Oh, het varken zit hier. Ik ga het varken wel vermoorden. Dan moet ik toch een beetje eten. En nu gewoon hopen dat hier ook appels droppen. Wat tijd voor wat betere tools. Zo, als we weer een advancement hier halen. We kunnen echt bijna bij deze boom, maar nog niet helemaal helaas. En hier zijn nog bomen waar ik bij kan en de laatste dagen is het toch wel best warm, vind ik. Deze week was er ook één dag waar het heel erg hard regende. Ik weet nog, ik zat toen net op de trein en moest dan net van de trein afstappen. En dan begon het opeens, toen ik van de trein haar stapte, begon het eerst kleine druppels te regenen. En om van het station naar mijn huis te wandelen is ongeveer 20 minuten. En na 5 minuten wandelen of zo begon het echt heel erg te gieten. Dus ik was wel serieus nat toen die dag als ik weer thuis kwam. Maar goed, vandaag is het gelukkig weer mooi weer. Dus nu de zaterdag nu ik het opneem. Ik hoop dat ik deze aflevering morgen nog online kan gooien. Ik had vandaag ook al een beetje last van hoofdpijn. Maar nu gaat het gelukkig al een beetje beter. We zitten ook op zo'n eiland, zie ik. Het duurt toch nog wel even voor wat je erin hebben. Oh ja, ik moet opletten dat ik niet de hele tijd sprint. Want dat kost ons weer eten dan. We hebben echt heel veel ladders nodig. Zeker sinds 1.18 zitten de diamonds heel erg diep. Dus dat betekent dat we extra ladders nodig hebben. Doordat we wereldborder spelen, zullen er waarschijnlijk ook extra veel monsters zijn in de caves. Dus daar moet ik ook zeker voor oppassen. Oh, hier is het dus. Snel een torentje plaatsen. Want het is hier heel gevaarlijk nu. Wat voor die skeleton? Oh, ik heb hem in de titel afblokken. Oh nee. Oef. Oké, we hebben dit overleefd. Oh, nog een creeper. En ik moet toch naar boven gaan, want toen pik ik ze stuk. Er zijn weer heel wat bomen gegooid in mijn terrein, dat is mooi om te zien. Ook even wat meer charcoal maken. Ik moet ook misschien beginnen met farmen. Dus maak ik dit ook even. Hopelijk krijg ik wat seeds. Al één seed. Dat doe ik best aan het water zo. Snel als verlichten. Oh nee, skeleton. Blok. Oké, ik heb alles geblokt nu. We moeten zo snel mogelijk toch wel armor maken. Want ja, we hebben nu nog niks van bescherming. En in hardcore kan het echt heel snel gaan. We zitten nu al op niveau 11. En ik heb hier ook al mijnen. Gewoon voor eieren. Ik weet op niveau 11 is het niet meer zo goed meer om diamonds te vinden. Maar het is wel nog goed om eieren te vinden. Want hier vind ik al een beetje eieren. En dan zodra we een full setje
Iron Armor heb of zo, kan ik wel naar Diamond niveau gaan. Zo, ik denk dat we nu wel even genoeg gemijnd hebben. Ik ga weer naar boven, het is toch al dag. Ha, hier zijn nog wat bomen die ik kan hakken. Wegboom, wegboom, en wegboom, en nog een boom die weggaat. Het gaat wel snel begonnen met één blokje grote wildboulder. En nu is het toch wel veel uitgebreider. Door dit te doen krijgen we al heel veel hout. Dat is wel nodig als we straks nog een huis willen bouwen. Zo, ik ga mijn spullen in barrels stoppen. Dus misschien is het dan een keer leuk om dit te doen in plaats van kisten te maken. Dus hier komen de barrels, dus hier ga ik even steen in stoppen. Dan kan hier misschien hout in komen. En dan hier saplings. Boommeel ga ik sowieso hierop doen. Ah, dit is al volledig gegroeid. En de farm kan weer een beetje uitgebreid worden. Wist je trouwens dat je met dit veel rapper de leaves kan weghalen? Oh, een schild is ook wel heel erg handig om te maken. Ik vergeet elke keer een schild. Ik maak nog een broek, een beetje bescherming. En dan nog wat pickaxes. Oeh, weer iron. Ik denk dat we nu toch ondertussen al een full set iron armor kunnen maken. Heel even, heel snel nog wat iron uit die furnace halen. Hopelijk zijn daar boven niet te veel monsters. Oh, een varkens ook even. Hier de furnace, snel weer het oud, dat er maar vier in. En de zon komt weer op. Dus dat is goed om te zien. Hopelijk dropt die uit er maar één string. Ik had er twee nodig voor een visengel. En dan kan ik mijn full setje iron armor maken. Zo, en we zijn nu een soort van volledig beschermd. We hebben nu al helemaal geen eieren meer. En dat is niet zo'n heel groot probleem. Ik kan straks weer verder mijnen voor eieren, maar nu ook weer terug naar boven gaan. Sugarcane. Oké, nu kan ik ook sugarcane planten. Misschien heb ik wel me ingesteld dat de wildboulder veel te snel gaat, want nu hebben we al meteen een best groot stuk. En ik wou het toch wel wat spannender maken om het heel erg langzaam te laten lopen, maar ik heb het denk ik misschien al net iets te snel ingesteld. Ik ga toch de mijn weer in. En dan ga ik nu even wat dieper graven. We moeten tot... Oh nee, skeleton! Oké. Ik werd aangevallen door een skeleton. Ik denk dat het hier nog niet goed verlicht is. Nog even een schild. Oh nee. Oef. Deze blokken zijn wel veel langzamer om te hakken. Dus dit is dit. Nee. Oké, we moeten wel stoppen dit. Wie overleeft dit nog? Oké, hier moet ik echt voor oppassen. Ik weet niet hoe, maar ik overleef dit nog. Ik ga snel naar boven, want het is niet veilig hier. Maar goed, we gingen net bijna dood. En ik denk dat het hier wel goed is om de aflevering hier af te sluiten. Ik vond het een hele leuke eerste aflevering. Hopelijk vonden jullie dat ook. En ja, dan zie ik je terug in de volgende video dus. Doei!